De maan gaat in 29,5 dag van nieuwe maan naar volle maan en weer terug. Heel veel mensen denken dat ze slechter slapen door de volle maan. Ik ben Marijn van der Laar, slaapwetenschapper, en ik ga jullie vertellen hoe het zit. Op zich is het idee niet gek dat de volle maan invloed zou hebben op de mens. In de natuur zijn genoeg voorbeelden van dieren die beïnvloed worden door de maan. Zo heb je bijvoorbeeld Japanse landkrabben die hun nakomelingen vrijlaten bij nieuwe of bij volle maan. Ook zijn knaagdieren tijdens maanverlichte nachten veel inactiever, omdat ze eerder ten prooi zouden kunnen vallen aan roofdieren. Onderzoekers dachten dat het sterkere maanlicht mogelijk een sein is voor ons lijf om langer wakker te blijven. Maar om je slaap te verstoren zou het licht 's avonds voor het naar bed gaan niet boven de 10 lux uit mogen komen. Dat is evenveel licht als 10 kaarsen. En 's nachts niet boven de 1 lux uit mogen komen. Terwijl een maan niet uitkomt boven de 0,1 tot 0,25 lux. Niet genoeg om je biologische klok te verstoren dus. Als we in de onderzoeken duiken, dan zien we dat volgens een aantal studies de slaapkwaliteit slechter is bij volle maan. Volgens deze studie hebben we 30% minder diepe slaap, duurt het 5 minuten langer voordat we in slaap vallen, slapen we 20 minuten korter en hebben we zelf ook het idee dat we minder goed geslapen hebben. En ook in deze studie wordt geconcludeerd dat we bij volle maan 25 minuten korter slapen en dat we tussendoor vaker wakker worden. Een ander artikel laat juist zien dat er geen verband is tussen volle maan en slaap. Zij keken daarvoor naar ruim 23.000 nachten onder 765 proefpersonen. Wat is hier nou aan de hand? Er zou sprake kunnen zijn van het file drawer probleem. Dit betekent dat onderzoekers gegevens uit studies gebruiken die oorspronkelijk andere doeleinden hadden. Bijvoorbeeld deze, over het effect van geluid van vrachttreinen op de slaap. Achteraf gebruiken ze de data uit die studie om een andere hypothese te toetsen. In dit geval is er een effect van volle maan op slecht slapen. Hoe meer onderzoek je doet, hoe groter de kans op toeval, waardoor je een verband vindt dat er eigenlijk niet echt is. Ook is dan een risico dat vooral de studies waaruit blijkt dat het verband aanwezig is gepubliceerd worden, terwijl de mensen die geen verband vinden resultaten niet publiceren. Dit noemen we dan ook wel een publication bias. Heeft de maan dan helemaal geen invloed op je slaap? Dat ook niet. Vorig jaar is de grootste studie naar maanstand en slaap gedaan. Hier zie je op de x-as de maanstand en op de y-as hoe lang er gemiddeld per nacht geslapen wordt. De onderzoekers vonden geen verschillen als je de nieuwe maan met de volle maan vergelijkt. Maar ze zagen wel een paar dagen daarvoor iets opmerkelijks. 5 dagen voor volle maan wordt het slechtst geslapen. En ook als onderzoekers keken hoe lang het duurt voordat iemand in slaap viel, zagen ze dat 3 dagen voor volle maan het gemiddeld het langst duurt om in slaap te vallen. Voor dit onderzoek werden 464 Amerikaanse studenten en 98 Argentijnse stamleden onderzocht. De resultaten waren iets minder sterk voor de studenten, maar nog steeds aanwezig. Mogelijk had de lichtvervuiling in de grote stad een beetje effect, maar niet genoeg om het verband ongedaan te maken. Een hypothese van de onderzoekers is dat de maancyclus onze slaap waarschijnlijk ook nog op een andere manier beïnvloedt, namelijk via aantrekkingskracht tussen de maan en de aarde. Dat zit zo. De aarde is heel zwaar en oefent daardoor zwaartekrachten uit op alles in haar omgeving. Op ons, waardoor we op de grond blijven staan, maar ook op de maan. De aarde trekt voortdurend aan de maan. De maan is een stuk kleiner dan de aarde, maar nog steeds best wel zwaar. Hij trekt daarom ook een beetje aan de aarde en aan alle mensen en dieren op het aardoppervlak. De aarde verliest daardoor een heel klein beetje van zijn zwaartekracht. Maar dat effect is echt minimaal. Als je 80 kilo weegt, gaat het om zo'n 0,3 gram. En dat effect is er alleen als de maan recht boven je staat. Maximaal 1 keer per 24 uur dus. Daar komt bij dat de maan niet in een perfecte cirkel om de aarde draait, maar hij draait in een ellipsvormige baan. Daardoor staat hij soms wat dichterbij en soms wat verder weg. De maan trekt harder aan de aarde als hij dichter bij de aarde staat. De onderzoekers gingen ervan uit dat de maan het dichtst bij de aarde staat tijdens volle maan en tijdens nieuwe maan. En dat daarom de volle maan wellicht invloed op onze slaap heeft. Maar die aanname klopt niet. De tijd die de maan nodig heeft om 2 keer achter elkaar dicht bij de aarde te staan is 27,5 dag. Terwijl de maan er langer over doet om van nieuwe maan naar volle maan te gaan en weer terug, namelijk 29,5 dag. Daardoor schuift de volle maan door het jaar heen een stukje op in die baan en staat de volle maan dus niet altijd het meest dicht bij de aarde. Die zwaartekrachthypothese lijkt dus niet helemaal te kloppen. Wat blijft er dan nog over? Er kan nog een factor meespelen. Doordat je heel erg bezig bent met slaap en de stand van de maan, kan er ook een effect optreden. Als jij voordat je gaat slapen namelijk denkt, oh, het is volle maan, dan kan die negatieve verwachting zorgen voor spanning. Daardoor zou je slechter kunnen slapen en we noemen dat ook wel een self-fulfilling prophecy.
Of stel, je hebt een hele slechte nacht gehad en je ziet, oh, het was volle maan. Onthoud je vooral die keren dat het ook echt zo was. En dat noemen we een confirmation bias. De gedachte dat je slecht gaat slapen als er een volle maan aankomt, heeft dus waarschijnlijk meer invloed dan de stand van de maan zelf. Wonen we straks allemaal weer in houten huizen? Ik ben Andy en in de volgende aflevering vertel ik waarom dat een heel goed idee is.